Het grote voordeel van Kerstmis is, het lukt je 12 maanden niet om iemand te versieren, maar dan kan je het uiteindelijk gewoon maar bij jezelf doen. Hallo, ho, nee je moet ho 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 zeggen. Ho 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 en welkom bij deze allereerste speciale thema editie van Vertalen, yay! Ik ga vandaag heel wat Engelstalige kerstliedjes naar het Nederlands vertalen. En voor het eerst verschijnt nu de tekst van de liedjes onder in beeld. Dus je kunt gewoon schaamteloos meezingen. Dus check even of de kust veilig is of roep juist iedereen erbij en ga samen gezellig meezingen. Ik heb er heel erg veel zin in, dus doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we na de intro beginnen. Het is Thursday, donderdag is Thursday. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op Thursday. Wat ik wil voor Kerstmis ben jij! Woe, daar gaan we! Ik wil niet heel veel voor Kerstmis, maar er is één ding dat ik wil. Mij boeien cadeautjes niet die onder de kerstboom liggen. Ik hoef mijn sok niet te hangen boven de open haard. De kerstman kan mij niet blij maken met cadeautjes op kerstdag. Ik wil jou voor mij alleen, meer dan jij ooit weten zult. Laat mijn wens uitkomen, oh wat ik wil voor Kerstmis ben jij. Oh baby, yeah. Vorige Kerstmis gaf ik je mijn hart, maar de volgende dag gaf je hem weg. Deze kerst, om het te redden van tranen, geef ik hem aan iemand speciaal. Ik hoor net het nieuwe kerstnummer van Ariana Grande en die moet in deze video, maar ik kan de tekst nog niet helemaal uit mijn hoofd, dus af en toe spreek ik een beetje. Kunnen jullie ook doen hieronder, dus let's do this. Kerstman, zeg me, als jij daar echt bent, laat mij niet weer verliefd worden als hij er niet is volgend jaar. Kerstman, zeg me, als hij er om geeft, ik kan niet alles weggeven als hij er niet is volgend jaar. Voel Kerstmis om me heen en ik probeer het koud te spelen, maar raak afgeleid als hij door de kamer heen loopt. Laat het sneeuw eens ontploffen, maar ik raak niet in de stemming. Ik ontwijk elke marentak tot ik weet dat het ware liefde is en dat hij denkt aan de volgende kerst. Ik ben niet alleen, jongen. Kerstman, zeg me, als jij daar echt bent, laat mij niet weer verliefd worden als hij er niet is volgend jaar. Kerstman, zeg me, als hij er om geeft, ik kan niet alles weggeven als hij er niet is volgend jaar. Oh, het weer buiten is verschrikkelijk, maar het vuur is zo heerlijk. En aangezien we nergens heen kunnen, laat het sneeuwen, laat het sneeuwen, laat het sneeuwen. Let it snow, turn away and slam the door. Wow, die versie moeten ze maken. Weten zij wel dat het Kerstmis voedt de wereld? Laat ze weten dat het Kerstmis voedt de wereld. Laat ze weten dat het Kerstmis voedt de wereld. Laat ze weten dat het Kerstmis voedt. Hoe lang gaat dit door? Jeetje. Dat is wel heel makkelijk geld inzamelen natuurlijk, maar goed. Nee hoor, dat laatste was natuurlijk een grapje. Het is heel erg goed dat er rond Kerstmis altijd zoveel mensen initiatief nemen om geld in te zamelen voor het goede doel. En vandaag, op donderdag, begint Serious Request 2014. De DJ's gaan weer het glazen huis in. En ik ben ieder jaar weer heel erg excited. Ik vind het gewoon leuk om het heel de dag te kijken. En ja, ik hoop dat jullie ook in actie komen. Ga iets doen om geld in te zamelen. Kan heel klein zijn, al haal je maar misschien 5 of 10 euro op. Alle beetjes die helpen. Ik wil ook graag mijn steentje bijdragen aan Serious Request. En ik zal de opbrengsten die deze video genereert door de advertenties die je voor en hieronder ziet, zal ik doneren aan het goede doel, aan Serious Request. Dus dat betekent, hoe meer deze video gedeeld wordt, hoe vaker je deze video kijkt, hoe meer er uiteindelijk naar het goede doel gaat. Dus al kom je niet in actie, kom dan in ieder geval in actie door deze video even te tweeten of te delen. Of nog een keer te kijken, I don't care. De opbrengsten die gaan naar Serious Request. Ik ben trouwens niet gevraagd door 3FM of door wie dan ook om dit te doen. Ik bedenk me nu gewoon ineens spontaan dat ik denk van ja, tuurlijk, ik moet de reclameinkomsten gaan doneren aan Serious Request. Nou hey, dit was de Vertalen, de speciale kersteditie van Vertalen. Ik hoop dat je het leuk vond en ik hoop dat je een beetje hebt meegezongen. Vergeet natuurlijk deze video niet een duimpje omhoog te geven en deel deze video natuurlijk met je vrienden. Gebruik een hashtag Veurtje, daar help je niet dus alleen Serious Request mee, maar ik maak ook elke week 10 mensen blij met Veurtje buttons en kaartjes die ik dan per glitterpost naar je opstuur. Dan wens ik je tot slot een geweldig kerstfeest toe. Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt, maar ook dat je heel veel gezelligheid zal hebben met vrienden, familie en geliefden om je heen. En misschien dat er een cadeautje bij hoort, maar uiteindelijk draait het om de gezelligheid. En ja, ik zie je heel graag volgende week Thursday met een hele speciale allerlaatste video van het jaar. Dus heel graag tot dan. En tot die tijd, stay fabulous. Doei! Mwah. Hallo allemaal, ik ben Rutger en vandaag zit ik naast Kelvin.